Ja, ja. Dus we vonden de tunnel wel een heel mooi gebaar om dat op deze manier. Dat ik denk wat we hier even. Ja. Martin. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gezegend zijt gij God, schepper van al wat leeft. Gij hebt al het goede gemaakt. En de aarde hebt u aan de mens gegeven om haar te bewerken. Planten te doen groeien, bollen te kweken. Wij bidden u, laat ons al het geschapene altijd met dankbaarheid ontvangen en gebruiken. En deze goede gave die wij van u mochten krijgen, met anderen delen. Heel bijzonder op het Sint-Pietersplein in Rome, met de vele pelgrims en gelovigen die kijken naar het paasfeest. Dat mogen we doen in de liefde van Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. En we willen een goede reis vragen. Een goede reis, want deze bloemen moeten goed aankomen. Deze planten moeten goed aankomen op het Sint-Pietersplein. En daar mogen ze bloeien. Heer, wij vragen uw zegen. Geef dat het een behouden reis mag zijn en dat spoedig Rome wordt bereikt. Dat daar velen de vreugde van deze bijzondere planten, de paasvreugde, mogen onderstrepen. Wij vragen u dit door Christus onze Heer. Amen. En u allen mogen gezegend zijn door de Heer in naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Een goede reis en ontzettend veel inspiratie op het plein, als u daar ook wat prachtige combinaties van deze bollen hebt.